Welkom dames en heren bij de Disneycraft bouwgame. De computer selecteert een onderwerp of een object wat de crew moet bouwen in 5 minuten tijd. We gaan beginnen! Yeah! Het is... Oh nee, ik wil even... Dit is de hamer van Thor, maar ik wil eigenlijk iets anders. We gaan even verder kijken. We hebben heel veel objecten. Nog een andere. Oké, dit is wel heel creatief. Heel leuk. We gaan dit doen, want ik vind... definitief dat dit echt heel leuk is. Jullie gaan een bloementuin maken. En dat mag je helemaal zelf aankleden. Mag ik Rowie in mijn team hebben? Hoe je het wil. Nee. Het blijft helemaal alleen. Jullie krijgen 5 minuten de tijd. Jullie mogen een half minuutje eventjes dingen pakken in je inventory. Maar jullie proberen de meest origineelste, leukste, mooiste bloementuin te maken. En dan gaan mensen dadelijk stemmen die hier zitten. Terwijl jullie dat kijken, ga ik even kijken naar het publiek. Ik zie hier een soort tweede Rubik staan met een Nederlands vlaggetje in plaats van Belgisch. Dus hij is sowieso Nederlands nu. Denk ik. Ik zie hier nog meer mensen. Ik zie Ricardo, ik zie een beertje, een koningbeer. We zien nog een heel ondeugend eentje hier staan. Ook wel een heel detailvolle skin. Nou, ik ben benieuwd. Jongens, de tijd zit erop. Jullie hebben genoeg dingen gepakt. Ga klaarstaan. En zo. En we gaan beginnen. Ik start hem in 3, 2, 1. Ja! Succes! Het is begonnen. En ik ben benieuwd wat jullie ervan maken. Het is heel breed natuurlijk, een bloementuin. En Roy, jij hebt er wel verstand van, hè, bloementuinen? Toch? Jij bent altijd van de bloemen. Ja, ik ben benieuwd. Roy, van de bloemetjes hier, hoor. Ja, altijd. Even kijken wat Beepster aan het maken is. Oh, ik weet ongeveer wat hij wel wilt gaan maken, denk ik. Jullie moeten echt opschieten met bouwen, want jullie hebben echt maar heel korte tijd. En ik zie dat Pieter ook alweer... Ja, gaat weer voor de omgeving ook heel erg. Ja, daar moet het ook natuurlijk voor. Even kijken, want... Ik zie dat, ze hebben bijna een grasveld gemaakt. Ja, een grasveld. Nou, nice. Leuk, hè? Biefster, niet treuzelen. Ja, ik weet, je bent perfectionist, ik weet het. Maar bij de bouwchallenge is het anders. Daar is het gewoon hoe snel je bouwt, hoe beter. Hoe meer je klaarzet. En gewoon niet treuzelen, niet nadenken. Gewoon keihard plaatsen. En jullie zijn al bijna binnen een paar seconden een minuut is er voorbij. Het gaat echt hard, ja. Bijna in 3, 2, 1, nu. Nu is er een minuut voorbij al. Minuut. Een minuut. En hoe meer je bouwt, hoe leuker, hoe creatiever natuurlijk. Dus probeer zoveel mogelijk te bouwen in die korte tijd. Het is echt heel lastig, ik weet het. Het is echt even stressen. Het is klik, 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 klik. En de volgende match wil ik het eigenlijk opnemen tegen Roby, ikzelf. Dus zeker blijven kijken mensen, naar de volgende aflevering. Maar we zijn deze nog niet eens klaar, want... Ik vind van Biefster vind ik het heel erg leuk eruit zien. Ja, en van Pieter. Van Pieter niet, ha! Ja, jawel. Maar het is niet alleen maar aan mij om dat te oordelen, dus we gaan gewoon even kijken wat er allemaal gebouwd wordt, hè? Ik ben nog bezig. Ja, absoluut. Stress. Kijk, en dat is natuurlijk al echt iets heel belangrijks wat Biefster doet. En dat is, ik ga het niet zeggen, maar dat kan heel erg helpen met het aankleden van. En bij Pieter mis ik dat toch wel een beetje. Maar we zijn inmiddels al 2 minuten gepasseerd. 2 minuten. En ik zie dat Pieter ook die tactiek gaat toevoegen. Soort van. En het is een bloementuin, jongens. En ik zie, het ziet er leuk uit al. Mm-hmm. Ja, ik mis bij Pieter nog wel een ding waar het om draait. Bloemen. Hey, hij heeft 2 bloemen. Ja, 2 van die hele zielige kleintjes staan daar. Onkruid, ja, maar dat is in je broek ook. Kijk ook. Nou. Ja, ik snap, papier is gewoon hier nog heel langs geweest. En kijk, als de bezoekers zitten vol op spanning te kijken hier. Allemaal is het echt geconcentreerd te kijken. Ik ga gewoon voor ze vliegen. Ja, dan kan ik zien, hè. Gemeen. Oh. Gemeen, hè. En grap, ja, hè. Mooi, hè, grap. Ja, te knikken, schatten. Nee. Jongens, jullie willen echt opschieten, want jullie hebben echt nog 2 minuten de tijd. Ik vind wel Biefster nu... Biep. Oh. Ja. Biefster maakt een zwembad. Of ik bedoel, nee. Jeffrey. Pieter. Nee, Pieter. God, die rotname. Pieter. Ja, wat die andere maakt, weet ik niet. Kijk, hoor. Is gewoon voederbak of zo. Heel benieuwd. Ja, we zien het wel. Niet te veel verklappen, Bram. Want Pieter mag niks weten van de ideeën. Nee. En ik mis nog steeds een ding bij Pieter. En dat is een stille hint. Want je hebt nog 1,5 minuut de tijd. En als ik denk van, er mag nog wel een minuut bij. Dan gaan we dat gewoon doen. Het zat. Oké, er wordt heel kieskeurig wordt er iets neergezet door Jeffrey.
En dat gaat wel goed, geloof ik, als ik het zo ziet. Mm-hmm. En even kijken. Pieter is ook met iets bezig. Bloemen, Pieter, bloemen! Ja, fuck! Ja. Nou ja, daar gaat het om, hè. Maar het is zijn ding. Het is zijn ding. We wachten gewoon af. Nog 1 minuut hebben jullie. En als wij denken, dan kijk even Gio en Roy en Bram aan. En de rest allemaal. Of wij een minuut extra moeten geven aan deze heren. Dan gaan wij dat gewoon geven. We zijn Nou, we zijn denk er dat Pieter hem wel nodig heeft, hoor. Ja, Pieter wel, denk maar. Denk ik wel, ja. Ja. Kijk, vooral nu. Pieter staat stil. Ja, stil. En als je de B in toetst, krijg je al hetgene wat je wil. En dat is Bomiel. Maar maakt niet uit. Ik. Maar gaat het zo doen. What the fuck? Oh, eindelijk, hij weet een B te vinden op zijn toetsenbord van Bomiel. Jee, het heeft even geduurd. Ik vind het wel heel leuk bedacht ook, hoor. Dat moet ik wel eerlijk zeggen met dat water. Oh! Ja, Jeff, vind jij ook? Ja, dit is nog best wel pittig. Ik vind het nog wel pittig. Stoppen, jongens. 5 minuten. Gaan we geven nog een minuut, jury? Een minuut. 1 minuut erbij. 6 minuten. Jullie mogen doorbouwen. Er staat iemand hier in de weg. Ja, Pieter. Er staat iemand in de weg. Oh, ik kwam bijna kicken. Allee, domme bom. Nee. Domme bom. Die bom wil niet komen. Rechtsklik, ja. Gaat niet lekker, hè? Ah, maar het lukt niet. Nou, dan moet je iets anders proberen. Komt er een bom door mijn muur? Nou, dan weet je niet wat Jeffrey aan het bouwen is, denk ik. En we gaan daar aftellen. Bij 10 seconden, we zijn er bijna. En dan zeggen we... 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En stop maar! Ja, 6 minuten om. Jullie mogen stoppen met bouwen, kom maar naar mij toe. En dan gaan we kijken, kijk maar naar elkaars creatie. Wat er is gebeurd. Schattig. Leuk, hè? Dat is heel anders. Heel totaal iets nieuws. Ik ga even de juryleden langs. Robin, Gio. Zo even kijken op ons gemakje. Ga hier, waar gaan we eerst kijken? Want ik vind hier wel een berenval, zie ik hier, in de grond. Een berenval. Oh, graf. Ja, een graf kan ook nog. Nou, wel minpunten, hè? Ja, minpunten. In de grond. Ik weet niet wat er met die boom was, die dark oak sapling. Maar volgens mij had je gewoon een sapling normaal kunnen pakken, denk ik. Ik denk dat je daar iets omheen moet dan moet je volgens laten. Mij moet je bij die boom moet je de 4 bij elkaar doen, heb ik het gevoel. Nee. Voor mij moet je dat hier onder. Dit moet je er voor mij onder zetten. Die boom haat dus niet, hè? Ja, probeer hem eens daar op te zetten en dan een boomje. Probeer eens 4 bij elkaar te doen. En dan zo. Ja, zo. Ja, ik zei het toch, 4 bij elkaar, ja. Ik dacht al zoiets. Je moet gewoon de oak sapling pakken, normale. Oké, okay, maar dat heb ik gezegd. Nee, dus de dark ook. 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 Nou, dat is ook goed, hoor. Even kort, Pieter, je hebt een riviertje gemaakt met een stukje pad wat ineens ophoudt, maar wel leuk. En ik vind het leuk dat je dat riviertje denkbeeldig onder dit brugje hebt gedaan. Dat vind ik wel leuk. Dat vind ik echt leuk. En ja, dat vind ik echt leuk. Misschien een beetje slaps vond ik je nog gebruiken bij de fontein. Om het dat zijn bij details. Slaps, ja, details. Nou, maar ja, als je sneller bouwde had gekund. En we gaan naar Jeffrey, die heeft echt een ingang voor een bloementuin gemaakt, hè? Van ik kom hier naar binnen. Beetje, ja. Een boom eromheen en hij heeft een beetje muur gebruikt als decoratie, dat is ook leuk bedacht. En ja, ik kijk ook even wat meer bloemen, hoor. Ja, verschillende ook bloemen inderdaad, wat meer verschillende bloemen, ja, verspreid ook over alles. Ja, maar ik heb er meer. Ja, nee, nou, maar meer is niet altijd beter. Nee, Robbie en Gio en Bram, wat denken wij allemaal ervan? Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik vind... dit hier wat wel onze biefs heeft gemaakt, toch eigenlijk wel best wel erg mooi. Ja. Oké, okay, en ik hoor een ja van Gio. Ja. En ik hoor en ook van mij eigenlijk. Oh, nou sorry je Pieter. Dat betekent niet dat mensen niet in de comments mogen zeggen welke ze leuk vonden. Zet vooral in de comments welke jij vindt dat er moet winnen. Of heeft gewonnen eigenlijk, want ja. Iedereen is toch gelijk, toch? Mensen, daar gaat het om. En tot de volgende aflevering. En dan gaan Roy en ik het tegen elkaar opnemen met een strijd in het slagveld. Tot de volgende keer. Gefeliciteerd. Thank you. Doei.